Hallo, hallo, goedemorgen. Ja, en het is wel een goede morgen, hè? Zonnetje van de partij. Dus ik weer buiten. Ik heb hier alvast een handdoek bij genomen. Het is misschien wel om straks mijn zweet af te kuisen. Dus als je al klaar bent, neem snel een handdoek uit uw kast of die ergens rondslingert. Want we gaan een beetje werken voor ja, schouders boven gordel. Een beetje losmaken. Goed, dus als je er nu bij komt, ik heb hier ja, een handdoek bijgenomen om ons oefeningen te doen vandaag. Ik heb me weer buiten geïnstalleerd, dus je hebt het gratis concert van de vogeltjes erbij. Goed, oké. Ik zie dat er al een aantal paar mensen aan het aanmelden zijn. Super, dan ja, ik ben er in ieder geval klaar voor. Als ik de zon zie, dan kan ik ja, toch ook niet wachten om buiten te gaan. Hè. Goed, voilà. Dus ik heb een handdoek. Als jullie er klaar voor zijn, dan ga ik mij hier ook installeren op mijn terras. Voilà. Goed. Oké. Ja. Benen gespreid, voeten recht naar voren. Handdoek. Ik ga hem gestrekt tussen nu. Armen, schouders zijn laag. Hou een klein beetje die balans in uw benen. En we beginnen heel simpel die handdoek naar voren brengen en terug. Hups, en terug. Kom maar. Op. Terug. Hou je schouders laag. Hup. Op. Terug. Kom maar. 4, 3, 2, 1. Als het lukt, breng die handdoek hoog, dus trekker. Als je schouderproblemen hebt, geen probleem, maar blijf dan hier. Hè. Maar als je kan, let wel op. Houd die rug gestrekt. Dus niet gaan overstrekken. Hier stoppen en terug. Ha. Dus controle vanuit je buikspieren. Ja. Handdoek is schuin naar boven. Als ik schuin naar boven kijk, zie ik hem eigenlijk nog. Dus hem niet helemaal naar achter gaan trekken. Hè. Hier, haps. En stop. Kom. Hier. 3, 2, 1, oké, terug horizontaal, hips, schouderhoogte, elke keer als je armen naar voren brengt, gaan we even door die benen buigen en terug, hap, voeten staan recht naar voren, abs, en terug, hap, dit, kom aan, 4, 3, 2, dezelfde beweging en je kan ook armen naar boven, hè. Hop. Buigen en kom. Strek die armen, houd die spanning op je handdoek, hè. 4, nog 3, maar het zijn wel dubbele. Nog 2, oké, eentje. Yes, even ontspannen, draai de schouders maar een keer los. Goed, handdoek vertrekt terug. Hier, strek tussen onze handen en horizontaal. Wat ga je nu doen? Dan gaat het zijaanzicht tonen. Zo, je trekt je ellebogen naar achter op schouderhoogte en duw terug naar voren. Ja, ellebogen naar achter en duw die schouderbladen tegen elkaar. En hop. Dus je moet niet die schouders gaan liften, maar op, dit, naar achter. Let ook terug op, dat je niet dit gaat gaan doen, hè. Buikspieren opstaan, dit, en duw. En naar voren, kom aan. Ja. Oké. Dus probeer die schouderbladen echt tegen elkaar te doen. 4, 3, 2, 1,
los. We komen daar straks nog een keer op terug, maar we gaan een tussenoefening doen. Want ik weet dat sommige oefeningen zowel een beetje belastend zijn voor de schouders. Daarom dat ik soms een keer snel ga wisselen in de oefening. Let op, benen blijven gespreid, maar draait die voeten nu naar buiten. Oké? Voilà. En handdoek vertrekt hier, boven ons. Yes. En je gaat je telkens dit doen. Je buigt door die benen recht naar beneden en je trekt die elleboog tot in je zij. En terug. Andere kant. Dikke. En terug. Zij aanzicht. Dit. Zwerg naar beneden. En hap. Trekken. En hap. Hap. Oké. Als je zegt, oei oei, mijn armen hierboven, dat lukt niet. Dan vertrek je hier. Dan zeg je ook, hap, naar achter. Nu dit. Ja? Dat is het alternatief. Maar als het lukt hier, is het tik. En hap. Elleboog echt naar je zij. Blijf die spanning houden op die handdoek. Hè. Ha. Ja. Kom aan. Goed. Vier. Ja. Nog drie. Eén. Nog twee. Laatste. Voor. Daar komen we straks op terug, maar nu eerst terug naar die vorige oefening. Weet je nog, we vertrokken hier, ja, we trokken die ellebogen naar achter en terug naar voren. Oké, wat gaan we nu doen? Dezelfde beweging, maar je doet die afwisselend. Dus ik doe rechts, links. Dus ik duw de ene naar voren en de andere trek ik naar achter. Ha, dit. En je ziet, ik twist wat mee vanuit mijn romp, hè. Doe. Op. Op. Kom maar. Op. En die spanning blijft op mijn hand. Ik ga duwen en trekken naar achter. Elleboog naar achter en hand naar voren. Kom maar. Op. Vier. Nog drie. Nog twee. Eventjes los. Goed. Dit ik wissel tamelijk snel, maar ik blijf een beetje in dezelfde bewegingen. We gaan terug naar deze. Weet je nog? Voeten dus naar buiten. Like dit. Ja, elleboog. Trap. We blijven die oefening doen. Alleen ga ik mijn romp iets meer meepakken zijwaarts. Dus goed kijken. Dit. Op. En ik probeer nu hier mijn dijten te haps. En terug. Op. Ja, dus vraagt om een beetje meer souplesse. Stel dat dit niet lukt, dan blijf je die versie doen, hè. Ja, van de vorige keer, hè. Lukt het wel, maar zuiver zijwaarts, hè. Hop. En je ziet, mijn elleboog gaat nu niet meer naar mijn zij, maar naar mijn dij. Ja, tikken. En terug, kom maar. Hop. En terug. Yes, kom maar. Ups. Straks nog een variatie op, hè. Maar we gaan terug naar onze vorige oefening. Voeten terug recht naar voren. Schouders terug hier. Weet je nog, dat was deze met in en uit. En we hebben ze ook afwisselend gedaan. Ja? Wat ga je nu doen? Oké, benen zijn lichtjes gebogen. We gaan drie keer een afwisselend. Dus doe 3, 2, 1 en uitduwen. Ja? En nu ga ik links, rechts, links, nu uit. En rechts, links. Dus ietsje sneller doorgaan in de beweging. Hop. En in ene keer gaat rechter elleboog eerst naar achter. Nu links. Links, rechts,
Hop. En voor. En rechts. Hop. En wissel maar een beetje meer mee in die rol. Hop. Kom aan. Achter. Voor. En links. Rechts. Links. Naar voor. Rechts. Hop. Die elleboog goed naar achter. Hou die hand ook gestrekt. Kom aan. Hop. Hop. Doek. Hop. Nog twee reeksjes. En wissel. Hop. Hop. En armen terug naar beneden. Ik weet niet of het bij jullie zit, maar ik begin al zo al een beetje te voelen. We gaan terug naar onze volgende oefening. Dus, wat moesten we doen? Voeten naar buiten. Oké, okay, goed. Hand ook terug hier. Hier gaan we hetzelfde tempo aanhouden. Dus die drie keer snel. Dus dit daar. We wisselen onmiddellijk. 3, 2, 1. En op 4 komen we naar boven. Dus ik ben de eerste keer naar rechts begonnen. Dus nu ga ik naar links beginnen. 3, 2, 1. En ik duw uit. Rechts, links. Hup, strek op die benen nu. En buig. 2. Ga goed zijwaarts, hè. Kom aan. Hup. 2. 3. Duw uit. Oh, we zijn aan dezelfde kant begonnen, denk ik. Weet het al niet meer. Nu moet ik naar rechts. Rechts. Links. Rechts. Hup. De mensen wil ik hier missen. Maar dat geeft niet. Als we maar blijven bewegen. Maar verzorg de houding, hè. En te voelen. Kom aan. Hop. 2, 3. Hop. 2, 3. Laatste 2. Nog een keer rechts beginnen. Goed. Nog een keer links. 2, 3. Hop. Armen naar beneden. En schouders een keer losmaken. Goed bezig, hè. En een zonneke. Meer moet dat niet zijn, zeggen ze dan. Hè? Goed. We zijn er bijna. Maar toch nog niet helemaal. Wat ga je nu doen? Voeten zijn terug naar buiten. Handdoek vertrekt hier. Goed kijken. Ik ga mijn lichaamsgewicht verplaatsen van links naar rechts. Hè? Als ik links buig, dan breng ik mijn rechterhand naar die handdoek. Naar mijn knie. Handdoek blijft gestrekt, wil ik zeggen. Ja, dus dit en dan wisselde. Hop. Dus ik buig links en mijn rechterhand gaat er naartoe. Handdoek blijft gestrekt. Dit. Hop. Pa. Voeten zijn naar buiten. Hop. Hop. Kom maar. Tikken. Ja. Hou je handdoek gestrekt, hè. Yes. 2. 6, 7, kom maar, ga door, hè. En hop, tik. Oké, 4, 3, 2, eentje. Kom even terug in het midden. Als het nodig is, schouders tussendoor een keer losmaken. Ik ga op die oefening een variatie geven. Vertrekken terug hier. We gaan het 3 keer aan dezelfde kant doen. Dus we doen 3, 2, eentje, dan op, neer. En nu ga ik mijn linker aan. Dus 3, 2, 1, op, neer. Kom, 3, 2, 1, op, neer. Ja, kom maar, hè. 2, 3, op, neer, tik, 2, 3, op, neer, hop, 2, 3, kom maar, ga door, hè, verzorg je houding, voeten zijn naar buiten, hou die spanning op die handdoek, buikspieren zijn aangespannen, 2, 3, op, neer.
deze handdoek achter uw rug brengen. Wacht, ik ga het zo draaien. Zo. Oké. Mijn knuckeltjes die wijzen naar voren, dus handpalmen naar achter. Voeten iets breder dan heupbreedte. En voeten recht naar voren. Oké. En je brengt die handdoek net weg van uw zitvlak. Yes. En dan gaat het van rechts naar links. Dit. Let op. Nu dit gaan doen, hè. Hier. In. En hop. Die armen blijven gestrekt. Kom maar. Hop. Hop. Tak. Je ziet mijn één arm die verdwijnt hier. Hop. Dus ik trek een beetje van rechts naar links aan die handdoek. Kom maar, kom maar, hè. Vier. Oké. Klaar. En drie. Open die schouders. Nog twee. En laatste. Eentje. Oké, goed. Goed, dat eentje dat je voelt. We gaan hem straks nog één keer herhalen. Maar we doen er nog eentje tussendoor. Navel goed in. Schouw die rug. Ja, controle. Lekker hier. Kantelen. Buig een beetje door je benen. Oké. Handdoek is terug weg. En dan ga je hier op en op. Dus duw naar boven. Let op, niet dit gaan doen, hè. Ja, en ook niet dit. Lichte baans. Bekken gekanteld. En dit op. Hop. Ka. Hop. Breng die handdoek naar achter. Oké. Okay. Amai, amai. Woehoe. Ik heb ook niet zo lenige schouders, dus ik voel dat ook. Hop. Nog vier. Oké. Okay. Nog drie. Twee. Yes, maak ze maar een keer los. En dan gaan we om te eindigen nog die vorige doen. Dus handdoek hier terug vastnemen. Weg van uw zitvlak. Ja, dit. En van rechts naar links. Kom maar, op. Een klein beetje gebogen. Amai, amai, wat een weertje zeg. Zalig. Kom maar. Daar krijgt een mens energie van, hè. Vier. 3, 2, 1 en ontspannen. Dus weer duwen dan maar aan de kant. We gaan de schouders nog een beetje losmaken. Draai ze naar achter. Ja. En een keer naar voren. Oké. Okay. Oef. Draaien. Yes. Oké. Okay. Twee schouders op. Goed die spanning. En dan in één keer echt los. Kom maar, spanning even opbouwen. En los. Nog twee. Hop. Nog eentje. Oké, rechterarm naar boven. Laat je hand verdwijnen achter je hoofd. Dus die elleboog wijst naar boven. Pak met links die elleboog vast. Trek even aan. Als je het wat meer wil voelen, ga een beetje uit evenwicht. Ja, dit. 4, 3, 2. Eentje komt terug naar het midden. Oké, en we gaan wisselen. Links naar boven. Hand verdwijnt. Elleboog wijst goed naar boven. Rechterhand. Top vast. Oké, terug maar een beetje aan. 4, 3, 2, 1. Kom terug naar het midden. En armen neer. Goed, shake alles nog een keer los. En je weet waar dan mee afsluiten. Dus een paar keer goed diep in en uit ademen. Dus voeten parallel. Kom aan, hè. Pak hier al die lucht mee. Adem in. Ontspannen los. Nog een keer, kom aan. Adem in. Het zijn er nog twee, hè. Hop. Inademen. Los. Nog één. En dan weten we wat we moeten doen, hè. Shake alles los. Oké, alright. Amai, amai. Dat deugt om buiten te zijn.
Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. En ja, zeker leuk om buiten te zijn. Hè? Als je de kans hebt, ga ook nog even buiten, eventueel tussen de middag of zo. Voor de rest, morgen woensdag, dat wil zeggen om 11 uur een sessie. Dan is mijn collega Maaike. En morgenavond, 17:30, de live sessie via Microsoft Teams. Als je daarvoor, als je bij midden inschrijven, tenzij dat dat al gebeurd is via de link. Dus morgen kan je 2 keer sporten. Goed? Oké, bye bye. Tot de volgende.